iedereen die kijkt, join TDSH, speelt mee. Er kunnen helaas maar 4 mensen in de squad meedoen. We hebben een eigen TS, zoals jullie horen. Ik schrijf de naam op. Dus ik rij even een beetje aan dat de cruise control zit. Zo. Ik zal jullie daar ook wel even toevoegen aan de vrienden. Aan mijn vriendenlijst. Ik denk dat er zware schut tussen zit. Oh nee, valt mee. Er rijdt hier een Tiger 2 bot voor me. Eigenlijk iets heel raars gaan doen en dat gaat niet lukken, dan is Jan hier 2. Ga maar achter hem hier 2. Anders ga je niet overleven, vriend. Jakpanta. Damn it! Nee, shift T47. Nee, ik ben dood. Zet ik op hier 2. Dan moet ik buitenom gaan rijden. Of binnendoor. Misschien nog slimmer. Wij spelen in principe met alles. Russische tanks is makkelijker totdat je tier 5 hebt. Dan moet je heel veel Lions hebben. Of heel erg goed spelen. Want anders gaan je Lions eraan aan munitie. Dat ik gek in het. Ja, er zit hier ook al eentje binnen door die binnenring. Daar wil ik juist heen. Schiet me maar helemaal heen. Kijk, die komt eraan. Ga je maar repareren. KV2, 47 seconden reload. Wow. Valt er wel mee, is dat niet traag? Maar op afstand genomen. Ja, maar dat eigenlijk ook niet. IS-2 27 seconden. T10M 27 seconden. Behalve als je een Ace Crew hebt, dan is het nog maar 15 seconden. Critical. Staat daar een bot? Oh, die is al aan 10. Er staat hier ook een bot. Voor buitenom, oh, staat hier nog een IS-2. Ja, daarom. Ik ga nou even iets verder rijden en omdraaien. Oh. Ja. Kill assist, ik zag dan nog wat roods. Ah, nog iets. Wat is dat nou? Tiger 1. Hier niet. Staat hier boven. Nee, ze ja precies achter een muurtje staat hier boven. Ja, critical hit. Hij is weg. T34 staat er boven. Ja, ik ga verkeren. Eerst. Piet hem in mol. Die is oh, tegen 2. Ja. Je hebt die aan mijn piercing al niet. Ja. Sterker nog, is de enige die ik geladen heb. Curry, waarom schiet ik nou in de grond? Snap het, hier voor ons zitten er heel veel vijandjes. Hé, hey, hier is 2. Nou, maar er zitten er al mensen zitten er helemaal ram omheen gereden. Ja. Ja, maar wij zitten daar nog op te schieten. Dus die zitten nog laag. Ja, denk ik wel. Want, waar dan? Dan moet ik weten waar ze staan, want ik kom nu naar beneden toe. Ja, ze staan op G10. Trepie 11. Even bommen hebben daarbij. Oh,
Ah, Tiger 2, ja. Ja, er staan er inderdaad wel een zut. Avond, elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag spelen. Ik zal ze direct even optypen. Zo, dat is een T54, SU-152. Ik sta overal precies tussen. De 2P heeft een critical hit van mij. En die rijdt niet meer, onze motor is ook geduk. Nou komen ze op mij af. Ik moet repareren. Ik kom eraan. Tiger 2 is weg, Tiger H1. Kom op. Ik ga meteen vliegen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom aan, draai die loop. Kreng. 2 seconden, 1 seconde, ik ga vliegen. Ik hoop dat je tank het overleeft. Nou, maakt me niet uit. Ik zal ze direct even typen, Stiefmeister. Wees je nog wel? Ja, ik leef nog. Ja, ik zie mezelf ook nog steeds staan, ja, dus zo. Ja, ik zie de verlies daar op. Komen op ons af nu, 3 man sterk. Ja, maar ik heb bommen voor ze gegooid, dus. Als het goed is. Ik heb het al. Geen squad, damn it. Geen best squad? Nee. Jongen. Hey, wees je completed. 250.000 deeltjes erbij. Yay! Ja, we zijn. Krijg nog een Pebble Trophy. Die 6.4 of 6.7 in spelen waren. Ja, nu ja. Premium is meestal beter. Ja, je ontwikkeling gaat sneller, dus. Niet beter, je gaat gewoon harder door je punten. Nee, je gaat harder. Ja, dan ben je sneller bij tier 5. Dit is mijn naam, Mr. Cheesehead. Leerdamme Gouda. Moeten we nog hebben, Gouda en Paterin. Brie, Paterin. Popkaas hebben we al. Telekaas kennen we ook nog niet, die hebben we ook nog niet. Ja, we hebben inderdaad ook nog niet. Rangers, ik heb nog een beetje, dammit! Te laat, wat zak. Alleen A. Alleen A, nee. Wie rijdt er voorop dan? Jij. Gewoon met tigertje beginnen. Ik zit eraan te denken om helemaal links eromheen te gaan rijden. Daar kom je weer niet meer tegen. Ja, of juist wel, dan gaan ze allemaal die kant uit.
zal wel niet, maar hey, ik ga het toch doen. Compleet andere kant uit. Doen jullie nou nog verschillende soorten munitie laden of zeg ik gewoon van gewoon het zwaarste wat er is? Nee, ik heb in principe. Hey, return to battlefield. Ik heb in principe heb ik die. Jezus, ik weet niet uit mijn hoofd. Ik heb die panzerde borende en die exploderende. Maar wel de zwaarste daarvan. Van de panzerde borende en de zwaarste van de normale kogels, zeg maar. En dan meestal de panzerde borende, die gebruik ik voor meer op afstand. En dan de exploderende voor meer dichterbij. Als je kijkt, die panzerde borende worden meestal pas boven 1000 meter, zeg maar, beter. Echt effectief. Maar ja, op een paar honderd meter, 300-400 meter, heb je er ook al veel aan, hoor. Ja. Kijk, er steekt er al eentje door richting. Weet je wat het verschil is? Die special bullets hebt met die vleugeltjes die verstabiliseren, zijn ook zeg maar explosief. Ja, ja, dat zijn helemaal. Hey, Leopard. Oh my god. En M103, T451, IS4M. Vanuit de rear al. En ik zag hier net ergens een T44 deze kant uitkomen. Maar ik ben normaal ook eentje van alleen het zwaarste meenemen, hoor, toch? Ja, daarom ja, ik doe er op zich niet zoveel mee, hoor. Ik bedoel, het enige wat ik sowieso nooit bij me is die brisante munitie. Nee. Ja, die heat shells. Daar is hij. 12 uur. Afleidingsschot. Critical hit. Hij knocked hem al. Ik ga ietsjes breder. Ja, volgens mij heb ik hem. Tiger 2. Op 1 uur. Dichtbij, 100 meter. Staat om het hoekje hier al. T54, links, 11 uur. Nou, dan gaan we maar even achteruit. Nou, hij zit ook te kijken, maar nu zitten we nog achter dekking. En hij komt naar voren toe. Tiger 2 naar voren, ik ben dood. Weet je wat ik jammer vind met die munitie, zeg maar? Je moet die eerst schieten voordat je ze wisselt, zeg maar. Wat, Sammer rijdt net tegen het muurtje op. Hij schiet me af. Aanwijzen ook, nee, maar bij de rest. Ja, dat ken ik niet, hè, als ik nog aan het spawnen ben, slim. De planes. Nou, ik ben er geweest. Ja, hij staat in je eentje. En ik ben zo. Ik ben nog te lang onderweg. Nou, hoeft niet meer. Ik zie het. T44, Tiger 2 en een T54. Ja. Dat twee critical hits met artillery. Wat er al. Nou, even hier opgooien. Ik ook. Op de hoek daar, hoor. Ik kan hier een beetje stiekem aanpakken.